Vandaag zien we hoe Lloyd zijn huis op gaat pimpen in oranje stijl. Gaan we naar het stadionspeaker Bas Muis en gaan we met de caravan naar de Oekraïne. Nu in 'T is wat oranje. Hoi man, ben jij weer aan het doen? Ik probeer een positief bewustzijn uit te stralen richting de Oekraïne. Want ja. Je zit alleen nu richting Scandinavië, vriend. Welkom overigens bij 'T is wat. Oké, dat is ook mijn favoriete land. Welkom, we gaan weer van start. Charlien, welkom, je bent er ook weer. Ja. Heel belangrijk. Jim, jij wilde eigenlijk niet naar Oekraïne, waarom niet? Bang. Bang. Angst. Ja. Ja, met name angst. Ik begrijp het. Ja. En Charlien, durf jij? Nee. Ook niet. Laat mij maar hier blijven. Oké, leuk dat je er bent trouwens. Ik had wel gewild, maar ik zit hier met Jim in de studio. Vijf jongens uit Gouda, die gaan wel. Die hebben een camper gehuurd en die zeiden van, we gaan gewoon rijden. Dat zijn ze deze morgen gaan doen en deze week spraken we drie van hen. Is het gewoon rond zo? Hij is aardig, toch? Wij gaan naar Kharkiv toe, wij gaan naar Kharkiv toe, wij gaan naar Kharkiv toe, wij gaan naar Kharkiv toe. Waar is Kharkiv? Al 2800 kilometer van Gouda vandaan. Maar zelfs zo'n lange afstand gaat deze oranje vrienden niet tegenhouden om hun droomreis waar te maken. In de anderhalve dag willen we hier in Kiev zijn. In de laatste 700 kilometer, de laatste dag. We zijn ook snelle jongens, dus dat komt helemaal goed. Borden en bestek. Bekers. Hier hebben we nog een gasfles voor onze schottenbraai. Hoe het werkt, nou, dat zien we daar wel. Deze jongens gaan ook mee. Ja, we zijn, blijven toch Hollanders. Ja, die kunnen niet zonder fietsen. Pet, die zak met erin. En? Die is groot genoeg hoor. Dus Petje kan een vrouwtje meenemen. Ja, dat zou wel kunnen. Dan gaan de gordijntjes dicht. Nou, Patrick is onze vrijgezel in het midden, dus die, die neemt hopelijk geen... Geen ziekte mee terug. Maar misschien is hij wel ineens getrouwd. Ja, dat zou wel kunnen. Oranje, oranje, overal oranje. EK 2012, finale met Spanje. De jongens hebben zelfs, met behulp van een vriend, hun eigen EK-liedje opgenomen. Oranje kampioen! Nou ja, we vinden hem goed geslaagd. Moeten we zeggen, voor wij als amateurs. Oranje kampioen! Ja, dus de camper is heel mooi oranje geworden. Alleen ja, één probleem. Duits kenteken. Ja, eigenlijk zijn we gewoon in de maling genomen. We hebben ja, bij het huren van de camper wel gezegd dat we daar naartoe gaan voor het EK. En ja, er stond niet bij dat het een Duitse camper was. Kom op jongens, we gaan een proefrondje maken. Hoppa. Hoppakee. Zo. Ik zie zo meteen niks meer Duits aan. 1, 2, 3, 4. Hoi, hoi. Hey. Alles goed erachter? Alles kapot, jongen. Nou, dit is een ererondje door Gouda. En we hopen natuurlijk dat we 1 juli ons ererondje met de beker in Kiev gaan doen. Uiteraard in de camper. En dan kan het ook makkelijk in de Duitse camper, want dan hebben we toch iedereen verslagen. Hey Charlène, die jongens zijn vanochtend om 10 uur vertrokken. Denk je dat ze al voorbij Arnhem zijn? Ja, zeker wel. Ja? Jawel. Waar zijn ze nu? Schaffhausen, denk ik. Nou, ik denk dat ze wel bijna Duitsland uit zijn. Duitsland denk uit? Ik. Ja. Schaffhausen, watervalletje, prachtig daar. Ja? Ja. Schaffhausen. Hey, weet je wie er ook richting Charkov gaat? Ik denk de spelersvrouwen. Nee, dat hoop ik in ieder geval niet. Want die mogen van mij nog even thuis blijven. Geen vrouwen en kinderen. Nee, het is de stadionspeaker van het stadion waar de wedstrijden van het Nederlands elftal worden gespeeld. En die is stiekem ook heel belangrijk. Doe eerst even het jasje aan hoor. Hier is die dan, de oranje speaker tijdens het EK. Onze Haagse Bas Muis. Nou, volgens mij staat dat helemaal niet verkeerd. Broek erbij. Nou, dat moeten jullie maar even bijdenken. En voor de wedstrijd sta ik op het veld en ja, ziet iedereen mij en heet ik de mensen welkom. Soms gaan we even een leuk Hollands liedje zingen. Dus het ziet er best aardig uit zo, toch? Het hoogtepunt van Bas is eigenlijk de warming-up. Het is heerlijk om zo dicht bij dat elftal te mogen staan. Bij het inspelen op het veld ook eigenlijk tussen die jongens te lopen. Soms krijg je rolt er per ongeluk een bal voor je voet, die schiet je dan even terug. Dan sta je daar op dat EK-veld. Schiet je even een bal terug naar Sneijder. Ja, wat is er nou gaver dan dat?
Vier jaar geleden was hij ook EK-speaker. En toen had hij een prachtig moment. In de wedstrijd tegen Frankrijk, vier jaar geleden, die we uiteindelijk 4-1 wonnen, had je een doelpunt dat de Fransen maakten, gemaakt door Henri, dat was de 2-1. En vlak daarna scoorde Robben die 3-1 alweer. De voetballiefhebbers weten wel wat ik dat bedoel. En die Franse commentator kreeg dus de mogelijkheid om eindelijk ook eens een Frans doelpunt om te roepen. Dus die kreeg die microfoon, ging heel parmantig daarvoor zitten. En Robben scoort meteen dat doelpunt. Die man had nog niks gezegd. Dus die official van de UEFA die pakt die microfoon, hup, schuift hem onder mijn neus. En het doelpunt van Robben klonk alweer door het stadion. En die arme Fransman heeft nooit wat mogen zeggen. Het was echt heel zielig eigenlijk. Maar een oranje doelpunt omroepen, hoe doe je dat eigenlijk? Het ligt er een beetje aan hoe spannend het moment is. Kijk, als het in de laatste minuut een doelpunt valt tegen de Duitsers, dan ben ik mezelf natuurlijk bijna niet meer. En dan eet ik die microfoon bijna op. Maar scoren we de 7-0 tegen Denemarken, ja, dan is het een wat bescheidener juichje. Ik mag ook niet echt juichen, ik zeg dat niet helemaal goed. Maar ja, in mijn stem klinkt wel heel veel enthousiasme door. En dat is natuurlijk ook de bedoeling. Niet alleen de supporters moeten er wat aan hebben, maar eigenlijk ook de jongens op het veld. Dat was Bas en dit is het kratje. Daar kun je straks je mening op gaan geven, dat kan je zien. We komen overal in de regio langs, want er zijn heel veel thuisgebleven bondscoaches. Ja, wel aardig te doen, hè? Zijn ze aardig? Heeft u trouwens ook wat, dan kunt u mailen naar tiswatoranje@omroepwest.nl. Alles kunt u mailen, vragen, foto's en alle suggesties voor de dugout. De eerste vragen druppelen binnen, Charlien. Wat is er binnengekomen? Ja, de eerste vraag is waar jullie die leuke oranje pakken vandaan. Nou, een leuk verhaal. Er wordt heel veel gebeld voor deze pakken. En u kunt hem winnen thuis. Hoe doet u dat? Aankomende zaterdag speelt Nederland tegen Denemarken. Maak een foto van uzelf in oranje kledij en win deze op maat gemaakte oranje pak. TV vertekent een beetje, dus ik kan niet beloven dat het er allemaal zo goed uitziet als u het zelf aantrekt. Ook nog een vraag van Charlien binnengekomen trouwens. Ja, heb je al genoeg stemmen om Miss Oranje te worden? Nee, nog niet. Nou, nee, dan nog maar een beetje. Ik heb er minimaal nog 800 nodig. 800? Dus, en hoe kunnen ze stemmen? Nou, ze kunnen via internet stemmen, maar ze kunnen ook via sms stemmen. En dan kunnen ze Miss D met hoofdletters sms'en naar 3010. 3010 Miss D. Zijn gelijk vijf stemmen. Doe je wat uit als je er morgen 800 hebt? Nee, ik beloof jullie, ik kom terug in mijn bikini als ik gewonnen heb. Kijk, de duiven meneer, u kent hem wel, hij komt elke dag terug. Hij zit er nog niet helemaal in, dus hij is zijn straat en zijn huis gaan versieren. Vandaag begint hij daarmee. Twee jaar geleden was het Inktvis Paul die wereldberoemd werd door het voorspellen van voetbaluitslagen. Ook Tis Wat Oranje heeft zijn eigen expert. Lloyd, de duifmeneer, ontdekt door Tis Wat en uitgegroeid tot hype in Nederland, gaat met zijn duiven elke dag de wedstrijden voorspellen. Maar voordat het zover is, gaat Lloyd eerst zijn straat oranje versieren. Zo hoog genoeg. Ja hoor. Vlaggetjes zijn dadelijk groen in plaats van oranje van die hele boom. Ja, er zijn natuurlijk altijd spelers die moeten gewoon standaard spelen. Die zijn van zulke klassen. Een Sneijder en een Robben en een Huntelaar en eigenlijk ja, Van Persie ook natuurlijk. Maar ik weet er wel het een en ander. Elke wedstrijd van ADO zit ik ook te kijken, dus ja. Maar weet je wel wat buitenspel is bijvoorbeeld? Buitenspel is eigenlijk een van de weinige dingen die ik nooit begrepen heb. Echt niet. Hij loopt nou al leeg. Stop wat. Toch blijft het leuk, hè. Je krijgt heel dat gevoel krijg je van... gewoon die spanning voel je nou al. Kijk, de straat flirt er toch even op of niet? Ja, goed toch. Morgen in Tis Wat Oranje stelt Lloyd zijn elftal voor. Dat is Wesley Sneijder. Komt ook zo mooi binnen. We hebben hier de keeper, Stekelenburg. Hier zit Matthijssen, ook een verdediger. Hier heb je Affelay. Dit is Huntelaar, die kopt ook alles raak. Hey Charlien. Ja? Ik ben wel een beetje onzeker over mijn kont, dus schiet niet te hard. Ja, is goed. Onzeker? Ja. Zijn jullie er klaar voor? Niet? Ja, zwaar. Ja. Oh, ja! Goed zo. Dit was toch weer een heel ander perspectief. Oh, dus moet je we gaan naar het kratje. Want de vraag is, wordt Duitsland onze meest lastige tegenstander vanuit dit perspectief? Ik denk het niet.
Vanaf een leeg kratje leggen we elke dag een stelling voor. De stelling van vandaag: de wedstrijd tegen Duitsland is de lastigste wedstrijd voor Nederland in de poolfase. Ik denk dat ze alle drie even lastig zijn. We onderschat Denemarken niet. Ja, Duitsland blijft natuurlijk ook een favoriet. Net als Nederland. Ja, en als ze die pool goed doorkomen, dan denk ik dat ze het heel ver brengen. De moeilijkste wedstrijd wordt tegen Duitsland, denk ik. Want Duitsland heeft wel heel veel talent. Nee, ik denk Portugal. De laatste overwinning zag ik was in 91, dus dat wordt absoluut de lastigste. We hebben jaren geleden, toen mocht Joegoslavië in één keer niet meedoen, toen werden al die Denen van de camping afgehaald en ze werden gelijk Europees kampioen. Dus ga nou niet zeggen dat Denemarken de zwakste is. Maar dan lopen goede voetballers en zelfs voetballers die bij Ajax vandaan komen. Dus, Wat sta je nou eigenlijk te doen dan? Ik probeer op jou neer te kijken. Ik hou wel van een beetje levelen. Okay. Zo met elkaar. Laten staan. Oh, sorry, dankjewel. Proost. Hey, die gasten van Nederlands Aftal zijn vandaag naar Auschwitz geweest. Vind jij dat een goede voorbereiding op een wedstrijd tegen de Denen? Het is een beetje emotioneel, lijkt mij. Ik ben niet zo voor. Weet je trouwens waar het ligt, Charlie? Wat? Auschwitz. In Duitsland. Oh, goed. Schokeffect, weet je, wat dat teweeg zou kunnen brengen. Moeilijk. Van Marwijk heeft ervoor gekozen. Vind ik heel dapper. Jim, we gaan eruit. Jij hebt nog een adres. Ja, als u iets in deze dugout wilt ophangen, of een foto of tekeningen, stuur dat dan via de mail naar tiswatoranje@omroepwest.nl. En wilt u net zo'n mooi pak als mijn collega Erik winnen? Dat kan. Kijk dan op onze website www.omroepwest.nl. En wij gaan eruit met Bellen met Bert. Zeg maar, ben je nog in voor een goede tip? Huntelaar in de spits zetten. Oké, goed. Gaat gebeuren, zegt hij. Jee, dank u wel. Dag hoor.